Nijmegenaren konden woensdag in Nijmegen-Noord de rosetten ophalen die tijdens de 100ste vierdaagse op en rondom de wedren hingen. De rosetten konden vanwege de tekst 100ste niet opnieuw worden gebruikt. Daarom geeft de stichting ze weg aan wie ze maar wil hebben. Vandaag komen alle mensen de rosetten ophalen die nog over zijn van het jubileum. We hebben in totaal 650 rosetten gemaakt voor de 100ste vierdaagse. Die hebben opgehangen op de route. Er zijn nog 300 rosetten over. Maar er hebben wel 500-600 mensen zich aangemeld om een rosette op te komen halen. Maar er zijn er niet genoeg. We hebben zo goed mogelijk een verdeling geprobeerd te maken. Sommige mensen wilden 10 rosetten. Die hebben er uiteindelijk maar 1 of 2 gekregen. Zodat toch bijna iedereen zijn rosette heeft kunnen ophalen. Tot en met zaterdag kan er opgehaald worden. Ik hou nogal van Nijmegen. Ik ben er geboren en getogen. Dus ik dacht van, ik ga er gewoon 2 ophalen. En we zien wel waar we die neerzetten, maar dan heb ik ze al vast. Het is een leuk aandenken voor de Vierdaagse. Volg ons online via Facebook @altijdn1. Op onze website n1.nl of via Twitter @altijdn1. Want Nijmegen is altijd. N1.